Je moet blijven herschrijven. We gaan naar ander nieuws. Want uh, dit is eigenlijk de hele dag nog gesprek van de dag. Nederland is nog steeds in de ban van uh, de aangifte die is gedaan tegen Marco Borsato wegens misbruik. Ja. En even er zijn vandaag nog wat updates in die nou, zaak. Nou, weinig hoor. Ik denk eigenlijk dat het, het, het grote stille afwachten nu is, is begonnen. Justitie gaat aan de slag. Die gaat dat onderzoek doen. Die gaat mogelijke getuigen horen. Die gaat uh, Marco waarschijnlijk oproepen om zijn verhaal te doen. En dan is er nog dat verzoek wat Marco gedaan heeft. Het zijn twee dossiers die wel zullen worden samengevoegd. En dan moet er onderste steen boven komen... wat zich daar al dan niet heeft afgespeeld. En dat, uh, dat gaat gewoon heel lang duren. We hoorden Bram gisteren zeggen dat dat echt maanden... In kan nemen, dat een mogelijke rechtszaak pas na de zomer zo, mogelijk zal plaatsvinden. Dus ja, het, ik denk dat het nu gewoon in, in alle rust onderzocht moet worden. Er was sprake van dat zich nog twee mensen hebben gemeld. Er is ja. om nog niks van bekend. Er zijn geen nieuwe aangiftes gedaan. En uh, eigenlijk het enige nieuws is vandaag dat uh, Leontien een mediastop heeft uh, ingelast. Dus die zien we voorlopig niet op haar socials. En het verhaal gaat dat Marco inmiddels niet meer in Nederland is, terwijl hij daar afgelopen weekend nog wel gezien was. Uh, zou die daar uh, zou die nu alle commotie uh, eventjes uit de weg gaan? Zou hij zijn dan, weten we dat? Nou, we kennen wat favoriete vakantieplekken van hem. Hij kent ook wat mensen die mooie huizen hebben op Ibiza onder andere, dus uh, nee, dat is een speld in een hooiberg als je die je moet gaan zoeken. Hm.